objective. Hallo mensen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben hier vandaag met Jan. Hallo. En wat gaan wij natuurlijk doen? We gaan net zoals altijd weer een custom games spelen. Jullie krijgen een minuut de tijd om jullie te stoppen. En wij krijgen 5 minuten de tijd om jullie te vinden. Maar vinden we jullie niet in ronde 1 of in ronde 2, dan gaan jullie natuurlijk door naar ronde 3. En als we jullie dan niet vinden, dan krijgen jullie een vriendenverzoek. Door de 2 rondes heen worden natuurlijk de punten opgeteld. Of in ieder geval de mensen opgeteld die niet gevonden worden. En dat wordt keer 100 gedaan. En dat wordt natuurlijk uitverloot in diamantjes in de stream. Dus dat, die kan je weer ergens anders voor gebruiken. Waarom op Black Ops 3? De meeste van jullie hebben Infinite Warfare natuurlijk nog niet. En na de hand, in de loop der tijd, wil ik natuurlijk deze serie ook doorstarten. En hem natuurlijk ook op Infinite Warfare doorbrengen. Wat zie jij te doen? Ik ben aan het wachten tot we kunnen zoeken. Ja, nu dus! Nu, ja, oké. Okay. Doei! Ga je meer mensen vinden dan ik? Oké, maak er een wedstrijdje van. Oh nee, alsjeblieft niet. Ja, te laat. Ik ben mijn grootste rivaal, alle tijden. Ja, maar als ik het met jou, als ik met jou een wedstrijdje van ga maken, Jan, dan... Dat is 1. Nee, is 2. Doe normaal. Nee, ik maak er maar geen wedstrijdje van. Oh, nu opeens niet. Nee, maar weet je wat is? Dan ga ik niet meer geconcentreerd, gestructureerd werk. Weet je? Als we het op zo'n manier gaan doen, dan vind ik ze allemaal niet meer. Ja? 3. Ah, stop alsjeblieft. Oh, dan had ik lot. Hey Linda. Ja? 4. Nee. Doe er, maak geen wedstrijdje van. Ik heb plezier. Hey, ah, Jan, dit is niet 5. Leuk, man. Kom even, jongen. Want jij staat voor, hoor. Wat zit je aan te zeuren? Ja, dit is ook geen wedstrijdje. We doen het toch gezellig. Het is toch leuk dat we jou iemand niet vinden? Nee. Kijk, hoor. Ze zitten gewoon allemaal in de hoekjes. Sorry, Koen. Ze zitten gewoon allemaal in de hoekjes. Ben je al door het midden gegaan? Ik ben nog niet door het midden gegaan, nee. Oh, dat zie ik. Kijk, dit is trouwens echt een sneaky plek om je te verstoppen, moet ik zeggen, in het water. Er zitten altijd wel campende waterbordjes, maar vandaag hebben ze volgens mij overgeslagen. Vaak tussen de hide and seek games door geef ik natuurlijk ook tips. Want altijd zitten er wel mensen aan de zijkanten van de map. En niet alleen dat, vaak gewoon op plekjes waar je gewoon... Waar het gewoon logisch is dat je gaat zoeken. Dus dat snap ik nooit helemaal, maar eens even kijken, lever er nog 2. Dat gaat nee, snel. Nee hoor, 1. Er levert er nog eentje, serieus? Ja. Hebben ze geen goede plekjes nee. Gevonden, gezocht. Ja, of deze laatste zeggen. Wel, je weet het niet. Die laatste, Kevin. Hij heeft ook jaren aan zijn clantag. Dat is natuurlijk ook niks te zeggen. Kevin, waar ben je? Oh, hier. Oh, heb je Kevin, serieus? Heb je hem niet? Nee, ik heb hem niet. Oh, je hebt hem niet. Ik dacht heel eventjes dat je hem had. Maar heel vaak ook de vorige keer vroegen mensen, wat kan je nou met diamantjes? Maar voor de meeste mensen uit mijn streams, die weten, lekker bezig Jan. Yeah? Die weten dat je diamantjes voor een bepaald ding kan inwisselen. En dat moet ik alleen nog even aanpassen, maar dat komt goed. Dus even kijken, waar zat Kevin? Dit is sneller dan ooit, Jan. Kijk hoe mooi. Eigenlijk moet ik niet vragen voor jou mee. Want jij, bent, jij zoekt zo iedereen. Je hebt zo iedereen gevonden. Ja, tuurlijk. Ze mogen het niet winnen. Jongens, door naar ronde 2 natuurlijk. Dan gaat het toch niet overleven. Aan de hele andere kant. Ja, dat weet ik niet. Gaan het toch niet overleven. Ik kan het beter maar niet met jou doen dit. Want jij vindt ze allemaal. Tuurlijk. Zo hoort het toch? Ja? Ja, okay. Ja jij zei Jan zoekt ze even allemaal. Hoor. Ja, dat heb ik wel gezegd inderdaad. Dat heb ik wel gezegd. Mooi hè Jan? Kijk, dat, hey, op dat schip check. Zijn wij geweest, weet je nog? Check. Wat is er? Dit is een goede verstopplek. Jij hoopt gewoon dat ik hier opkom en dan ga vallen, hè? Ja, maar dit is eigenlijk wel een goede verstopplek, eerlijk. Zou je hier op die paal kunnen? Probeer het dan. Oh. Je mag ook niet glitchen, hè? Ja, maar dat is toch geen glitch? Ja, nee, dit mag weer wel, natuurlijk. Dat mag weer wel. Nog 20 seconden. Ah, nee, ik kom er niet op. Nog 20 seconden. Pas te proberen. Ik vind het wel een goede spot hoor. Gewoon hier zo gaat staan, hier. En dan hier erop gaat zo. Nou, als je online staat, dan word je wel gek. Als je nog een beetje loopt schiet. Maar die heb je zo gepakt. Oké, we gaan bijna. Ja, bijna. 4. 3. 2. 1. Go. Pak ze. Op. Voorsprong, wat voorsprong? Hij begon eerder. Voorsprong. Misschien sta ik wel aan de goede kant. Ik denk eigenlijk niet dat ik de goede kant heb. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk het eigenlijk ook niet. Oh, sorry Koen. Koen, alweer aan deze kant, jongen. Eens even kijken. Ik ga hier langs.
Voor jou, jij maakt het eigenlijk gewoon veel minder leuk, Jan. Ah, kom op. Het is gewoon spannend. Je kilt ze gewoon allemaal. Ze krijgen niet eens meer kans voor een vriendenzoek. Nee, tuurlijk niet. Deze arme mensen krijgen geen diamantjes meer. Nee, tuurlijk niet. Oké, Jan. Als jij veel meer kills hebt dan ik, dan krijgen ze alsnog 1000 diamantjes. Nee, dat is niet eerlijk. Nee, dat is niet eerlijk? Waarom niet? Omdat ik nu op jacht ga of omdat jij niet zo super gaat? Hier ben jij dus al geweest. Nee. Sneaky. Leven nog 5. Ik had een fressie kill. Ik had een fressie kill. Doet die even. Ze lagen allemaal bij elkaar. Ja. Maar 4. 4 mensen. Ik ben zo, ik kan niemand meer vinden. Ik zie ook gewoon echt letterlijk helemaal niemand. Ja, dat is misschien alleen maar goed teken. Ik ben nog niet aan deze kant geweest. Misschien heb jij wel helemaal niet goed gezocht. Misschien niet. Misschien niet. Misschien heb je ze wel expres ook het water gekeken. Nee, ook niemand. Ja, je hebt wel echt sneaky plekjes ertussen zitten. Oh, ik ging bijna van de map. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Oh ja, dat is ook natuurlijk één regel. Als ik van de map afval... Oh, sneaky, sneaky. Als ik van de map afval, dan krijgen ze sowieso 1000 diamantjes. Dat wil nog wel heel soms eens even gebeuren. Kijk, ik heb nog 3 minuten tijd, leven nog 3 mensen. Ik heb geen flauw benul waar ze zitten. Ik ook niet. Oh, deze knuffels die blijven zo schattig, hè. Het is alleen jammer dat jij er niet tussen staat. Deze knuffel die jullie hier zien, die heb ik in het echt op mijn kamer. Deze knuffel. Oh, jij bent het. Hey, ik zie hem. Ja, wat de heck. Ah, shit. Jij klikte net. Ik zag hem net. Hier ligt er ook gewoon nog 2 mensen. Echt? Er liggen gewoon naar 2 mensen bij die knuffel. Nee, joh. Ja. Ik zat nou naar die knuffel te kijken. Ja, ik vond het wel grappig. Er leven nog 1, hè. Nog 2 minuten en 35 seconden ongeveer. Voor 1 persoon. Spannende deuntje komt er ook in voor. En de vraag is, wie gaat hem vinden? Dit is echt zo'n moment dat Jan hem dan gaat vinden. Oh ja? Ja. Shit, ik ben er ook niet op een normale manier doorheen gegaan. Ik ben er zo doorheen gerust. Maar ik denk dat deze wel sneaky verstopt is. Zelf. Oh ja? Oh! Oh, het was Siep! Zo, kan je nog enger lachen. Nou check, jongens, check. We hebben uiteindelijk natuurlijk iedereen gevonden. Siep zit in de doos. Shit, die hadden mooie we killcam, kunnen hè? Weten. Mooie killcam. Nou mensen, er zijn we weer puur omdat we er net natuurlijk veel te snel doorheen waren gegaan. Hadden Jan en ik maar besloten om een extra bonusronde te doen. Jan was ervan overtuigd dat hij jullie allemaal zou vinden. Is dit een goede verstopplek? Ja, nou ja, ik had jou wel gevonden. Helemaal niet. Ja, ik had jou wel gevonden hoor. Niet. Ik had jou wel gevonden. Oh, wil jij ruzie? Nou, kom dan. Komt iemand hier naartoe. Kom dan, ik spring buiten de map. Hier, kijk. Minuut. Hier. Waar ben je? Hier, kom dan. Grapje. Ja, ik hoorde je al piepen. Kijk, je zit ons er gewoon echt uit te dagen. Nee, gewoon puur omdat we... Wie er nu op mij afkomt, wordt genijfd. Veel te snel doorheen. Als iemand tegen me aanloopt, wordt hij genijfd. Puur omdat, nu kan ik wel mijn verhaal uitpraten, Jan. Die is zo enthousiast, die praat 3 keer doorheen. Puur omdat we net natuurlijk, wat ik al zei, te snel er doorheen waren gegaan, deden we gewoon even lekker een bonusronde. Ik zei het, hè? Dus mag er nu... Sorry, Jan, er gaat hele domme heen. Ik zei, als iemand tegen me aanloopt, gaat het dood. Nou, deze vet is dood. Jongens, wat een ventje. We kunnen al zoeken, Jan. Ah, ik zeg tenminste wat meer dan Rick, vent. Hè? Ja, dat is waar. Zit je nou om Rick af te zeiken? Oké. Okay. God, oh god. Ja. Wat doe jij nou, joh? Oké. Dat meen je niet, joh! Dat is grapje! Wel lief doen tegen Rick. Ah, ik heb er één. Dat is een grapje. Sorry, Siep. Ja, dat weet ik. Dat meen je niet, joh, Siep. En hier hebben we er nog één. Hoppakee, Dutch Gamer. I'm sorry. Oh, hier ligt er één. Goed, alle hoekjes en gaatjes. Oh, hier zit ook eentje. Oh! Hop! Blijft daar hangen. Doei, Maxime. Sorry, stoepranden. Tot in de streams. Even kijken. Hier ook in de hoekjes. Nee. Hier nog. Oh, daar. Ah ja! Zo, jou hebben we. Nog iemand die... Nou, Jan, jij gaat niet zo heel lekker. Volgens mij maak ik alle kills. Wat zei je? Oh, zei je omdat je 2 kills maakt, dan ben je niet gelijk cool. Oh, wat hoor. Zei je? Ik ben niet gelijk cool, hoor. 3. Dat was ook maar een grapje. Nee, nu ga ik tryharden. Ja, ga maar tryharden. Dat hoeft trouwens niet. Hier ben je al geweest, daar liggen al voor je. Waar ben je eigenlijk nog niet geweest? Ga
Gaat hij allemaal plekjes zeggen waar hij zo erg was? Ik ben nog niet bij de A-vlag geweest. Oké. Daar sta ik nu, dus het maakt niet uit. Doei Sam! Leven vier jij bent hier nog binnen. Zie je nog? Oh mijn god, wie heeft daar dat ding daar neergelegd? Laten we er niet achter komen. Ik weet niet wie het was. Maar jongen, we hebben nog gewoon 3 minuten en 20 seconden over. Dus als jullie slim zijn, heb gewoon een sneaky plekje. Gewoon een sneaky plek, dan maak je kans op een VV. Een vriendenverzoek. VV. Een VV. Jezus. Dat is toch grappig? Even kijken hoor. Ik ben nog niet binnen het huisje geweest. Ben jij al binnen het huisje? Hij loopt gewoon langs iemand. Echt? Ja, hij slikt gewoon in het hoekje. Misschien deed ik dat wel expres. Of misschien wel niet. Misschien zag ik het wel gewoon niet. Misschien moet ik wel van jouw bril lenen. Oh, ik zei dat ik het huisje in ga en opeens ga jij het huisje in. Omdat jij daar nog niet was geweest. Ja, er ligt alleen niemand. Sneaky. Hier kan ook iemand zijn. Sorry, Thomas. Oh, de beer is back. Hoeveel nog? Nog 2? T-Bear. T-Bear. 2 nog, ja. Ja. Nog 2,5 minuut dan. Ja, ik weet het. Gaat ons lukken. Ze mogen ook niet glitchen. Trouwens, weet je waar je open op sok kan zitten? Als je ergens onderschuift. Kan ook nog wel eens. Hier staat niemand. Nee. Ja, Jan zei dat hij iedereen ging vinden. Ook niemand ergens bovenop, want het kan natuurlijk ook nog wel sneaky zijn. 2 minuten. Ja, ik doe mijn best. Ik vraag nog af. Oh, kijk, er is eentje. Wel een sneaky plekje, ik zeg eerlijk. Dus nog 1. We gaan nog op zoek naar 1 persoon. We zijn nog niet, of tenminste, ik ben nog niet echt hier aan de zijkant van de map hier geweest. Nu weet ik ook niet waar die ligt. Nee? Nee. Ja, ik heb ook geen idee. Die plaat. Het is voor het eerst dat ik die plaat daar zie. Elke keer als je zo'n map al 100 keer gezien hebt, dan zie je alsnog steeds nieuwe dingen, lijkt het wel. Nog steeds weer achter andere plekjes. 1 minuut en 15 seconden. Wie leeft er nog dan? Koen leeft nog. Koen! Oh, Koen was net zo makkelijk te pakken. Koen ligt waarschijnlijk echt gewoon ergens. Koen ligt serieus gewoon ergens midden in de map, ik zweer het. Ja, Koen lag net 2 keer aan de zijkant van de map. Koen, where are you? Gonna get you. Ja, ik heb geen flauw idee. Ik ook niet. Hij is nog best sneaky. 50 seconden nog over. Om Koen te vinden. Ik heb echt het idee dat we hier al 100 keer hebben gelopen en hem alsnog niet kunnen vinden. Oh, je hebt hem! Lekker gedaan, Jan. Ja, ik faal hem. Ik faal hem, maar ik steek zo mijn mes kaart in zijn hoofd, jongens. Oh, hij lag daar. Kijk hoe mijn mes in de steek. Check. Hier miste ik. Check mijn mes. Check. Ja, dat is er lekker bij. Bam! Zo. Nou, alsof je een zwaard in je handen had. Nou jongens, dit was de laatste ronde. Helaas heeft niemand, of is het niemand gelukt natuurlijk, om om over te blijven. We hebben iedereen gevonden. Dus ik zou zeggen, vond je het nou leuk? Dan vond je het leuk, zoals altijd. En check in ieder geval Jan's kanaal uit. En wil je de volgende keer meedoen? Hou dan mijn Twitter in de gaten. En dan zeg ik tot de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doei! Doei doei! RTB.